kwam er eigenlijk op neer dat Catharina, die was nogal wat vlotjes. Ik heb al eens gezegd van haar libido was groter dan haar lerend vermogen. Ze kwam tot 3 keer toe ongehuwd zwanger voor de tuchtraad. De basis van de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen in Nederland, de basis ligt hier. Alleen dat zijn we vergeten te vertellen. Ik denk dat het hele UNESCO gebeurde voor Veenhuizen wel helemaal goed is. Wij gaan zometeen in verschillende auto's gaan wij straks naar Veenhuizen. We gaan dus naar het gevangenismuseum. Wie is daar al wel eens geweest? Uitje met mijn opa en oma. Eigenlijk. Een uitje met je opa en oma. Wat ik weet, maar misschien weten jullie het nog wel veel beter. Heel vroeger, zo'n 200 jaar geleden hoorde ik vanmorgen, was er een man, Johannes van der Bos, die richtte daar een kolonie op. En hij wilde eigenlijk de mensen uit verschillende gebieden, wilde die een beter leven geven door ze een huis te geven, voeding te geven. Maar daar stond tegenover dat ze ook aan het werk moesten. We laten ons vandaag verrassen. We gaan naar Veenhuizen. We worden ontvangen door de gevangenisdirecteur. Akkoord? Goed zo. Oké, even een... 50. Ik ben Otto van der Bos, de 5e generatie. En ik heb veel gelezen over Van der Bos. Ik ben zeer geïnteresseerd in de historie van de man. En ik ben daarnaast ook de familieoudste. Dus ik organiseer ook dat de familie af en toe bij elkaar komt. En dan hebben we altijd een onderwerp over Van der Bos om daarover te praten. De herinnering is dat daar een stuk geschiedenis onder de grond ligt in feite. Want ook mijn grootvader, mijn vader is hier, mijn oom ligt hier. Dus ja, er liggen nu 25 familieleden in het graf. Dus dat is best een aantal, ja. Ik zal er later ook gaan liggen. Goedemorgen allemaal, dames en heren. Nou, meer dames dan heren zie ik wel. Volgens mij moet ik nu weer een mondkapje doen, hè? Oké, ik was helemaal vergeten om te vertellen wie ik ben. Mijn naam is Peter Sluiter en ik ben een jaar of 12 directeur van dit museum. Wat was er aan de hand? 1823, toen was Napoleon net uit Nederland weg. En bij elke oorlog is het zo, als een land oorlog heeft gehad, dan blijft dat land in armoede achter. Johannes van der Bos, en die dacht bij zichzelf, ja, dat moet anders kunnen. En toen heeft hij bedacht dat hij niet mensen eten geeft, maar dat hij ze leert om hun eigen eten te verbouwen, dus in hun eigen onderhoud te voorzien. En daar is hij mee begonnen in Frederiksoord, met de proefkolonie. Daar heeft hij om te beginnen 52 boerderijtjes neergezet. Later werden dat er wel 400. En hij haalde dus mensen uit Amsterdam en Leiden en Haarlem en Delft. En die zette hij op die boerderijtjes. Die gaf hij een boerderijtje, kleding, landbouwgereedschap. En toen zei hij, nou en nu zijn jullie boer. En nu gaan jullie zorgen dat je in je eigen onderhoud kunt voorzien. Toen ik vanmorgen de vraag stelde van, wat gaan we vandaag doen? Ja, we wisten dat we naar het gevangenismuseum zouden gaan naar Veenhuizen. Maar wat we konden verwachten, dat was nog niet helemaal bekend, zelfs bij mij niet. Johannes, nog wat, die iets had opgericht waardoor arme mensen, dat ze niet meer arm waren en dat ze sowieso een huisje boven hun hoofd hadden. Voornamelijk over de welgadigheidsperiode. Over een kolonisering van arme mensen en misdadigers. In het noorden is veel goedkope woeste grond. Hier stichten wij een landbouwkolonie. Wij zorgen voor onderdak en grond. De armen bewerken het land en verbouwen hun eigen voedsel. En door te werken betalen zij terug
wat wij hebben voorgeschoten. En uiteindelijk kost het ons niets. Ik ben Wil Schakman en ik bestudeer de maatschappij van weldadigheid. Ik ben op een gegeven moment in contact gekomen met dat archief van die kolonie. En daar kwam ik zulke prachtige menselijke verhalen tegen. Dat ik dacht van daar moet ik wat mee. Dat is zo mooi en zo menselijk allemaal. Wat het zo interessant maakt, dat zijn twee dingen. Het hele ondernemen, het experiment is zo bijzonder. En het tweede is dat de armen die daar naar die kolonie gingen, die werden echt, om een modern woord te gebruiken, gemonitord. Daar werd van alles over opgeschreven. En dit is een van de weinige plekken waar je in archieven kunt vinden hoe mensen uit het begin van de 19e eeuw, hoe ze leefden, hoe ze werkten, hoe ze praten en ook hoe ze dachten. Ik heb vandaag een paar nazaten van kolonisten uitgenodigd. En dan gaan we in het archief gaan we kijken of we leuke dingen kunnen vinden over hun voorouders. Mijn naam is Angelie Stens. Ik heb een boek over Johannes van den Bos geschreven, De Kolonieman. En daarin beschrijf ik zijn hele leven vanaf zijn geboorte in 1780 tot aan zijn overlijden in 1844. Hij is een self-made man. Hij heeft zichzelf opgewerkt van zeg maar, een beetje hogere middenklasse jongen via het militair apparaat. En dus uiteindelijk is hij gouverneur-generaal, commissaris-generaal van diverse koloniën geweest, Suriname en Indië. En minister van koloniën geworden. En heeft op een gegeven moment in 1839 ook de graaflijke titel gekregen van koning Willem I. Goedemorgen. Hey, hallo Otto. Eindelijk, hè? Kom binnen. Ja, dankjewel. Dat is lang geleden. Ja, heel lang geleden. Leuk je weer te zien. Alles goed Prima. Met je? Ja. Ga binnen. Nu houdt hij groot recht, nu. Ja. Jij lijkt toch wel een beetje op, vind ik. Dank. Ja, gek dat dat dan toch doorgaat, hè, met medisch. Ja. Dat hoor je ook vaak als mensen langskomen. Uiteraard vragen ze, wie is dat dan? En dan moet je zeggen, dat weten ze dat nog niet, overgrootvader, hè? Ja. Maar en als je ook zijn carrière ziet, wat hij allemaal heeft gedaan in zijn leven. Ja. Dan kan je toch als achterkleinkind trots op zijn. Zeker te weten. En hij is hier natuurlijk op de top van zijn roem, om het zo te zeggen. 1829. Ja. Hij heeft de papieren in zijn hand, daar staat Frederiksoord op. Ja, hij heeft precies. Dus de kolonie van weldadigheid net ja. tijdelijk vaarwel gezegd om naar Java te gaan als gouverneur-generaal. Ja, ja. Maar ik vind vooral die blik van hem zo mooi. Ja. Ik heb ook zelf in dienst gezeten. Ik heb overwogen om beroeps te worden. En hij was natuurlijk een genie-officier, hè, als hij naar buiten ging. Nou, dat is ook altijd mijn interesse geweest, nog steeds. Het waterbouwkundige en wat hij ook deed in Jakarta of Batavia toen. Nee, dat was ook al absoluut. Ja. Dat was op school anders. Dat ging wat moeizamer, zoals je weet. Maar toen is hij gestuurd door zijn vader naar een apotheek in Amsterdam. Want dan moest hij die richting maar in, dat vond niks. Nee, en na een jaar heeft hij zelf een brief. Ik heb al begrepen, heeft hij laten schrijven. En als je mij vraagt, wat is vergelijkbaar? Handschrift heb ik ook, mijn vader ook. Bijna onleesbaar, ja. Ah, grappig. Ja. Eethuis De Steen, dat is de voormalige woning van de directeur van de fabriek van kolonie 3 Willemsoord. Die jumbo-tas gaat zo achterop mee. Ja, vlander. Ga je weer op vakantie? Ja. Kijk, dit was tot 2012 echt een dorpscafé met een biljart te midden in de zaak. En dat had eigenlijk niet echt toekomst meer. En toen won mijn moeder de Telegraaf Gouden Gehaktbalden. En toen zagen wij daar een kans in om wat meer de kant van een eetcafé-restaurant op te gaan. Nou, en ik geloof dan wel in een thema en ik ben erg betrokken bij de geschiedenis. Dus vandaar dat we de keuze hebben gemaakt van nou, we toveren het bedrijf om tot een thematisch restaurant. En het thema is dan de maatschappij van weldadigheid geworden. Goedemorgen, dames en heren.
En voor degene die denkt van, goh, die Johannes van den Bos, die was toch al 200 jaar geleden overleden. Nou, dat klopt, maar door een wonder ben ik bij bijzondere gelegenheden nog in staat om in de tijd te reizen. Als we, dat we UNESCO Werelderfgoed worden, ja, dat zou denk ik betekenen dat het inderdaad nog meer mensen vanaf. Dus nog meer mensen komen kijken, het bekender wordt. Ik denk dat dat het belangrijkste verschil zal zijn. Ik maak vaak wel het grapje inderdaad van, we zijn al parkeerplekken aan het aanleggen voor de bussen en zo. En we krijgen weer een inner city station net als vroeger. En we krijgen een eigen afrit vanaf de snelweg, allemaal dat soort grappen. Maar in de praktijk denk ik dat het geen giethoorn gaat worden. Ik vind dit dus een hele bijzondere gebeurtenis. Motorrijden, gezelligheid, bier drinken en de geschiedenis. En dan dat laatste echt niet als een kommaatje of zo. Want ik zeg wel, dat is een goed excuus om een weekendje weg te gaan of veel bier te gaan drinken. En dat is ook wel een beetje zo. Maar dit zijn wel echt allemaal mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. En wij gaan elk jaar op de motor achter onze geschiedenis aan. He, naar Wortel, Merksplas, Den Haag, Dordrecht, Maastricht. Als je goed gaat zoeken, dan kun je naar elke stad in Nederland kun je wel naartoe gaan. En dan is er wel wat te vinden over de maatschappij van weldadigheid, wat de moeite waard is om te bezoeken. Geniet ervan, geniet van het weer. En ik dank jullie voor jullie aandacht die je nog steeds hebt voor het verleden. Maak er een mooie dag van. Goedemorgen. Goedemorgen Wil. Drentse Gief zijn we, mijn naam is Kort Trompetter. We kennen elkaar een beetje. Ik heb begrepen dat je extra informatie hebt over een voormoeder van mij, zeker Catharina Kransen-Puper. En die is getrouwd met Isaac Beun. Isaac is mijn, als ik het goed heb, overgrootvader. En met Catharina schijnt al het nodig aan de hand te zijn. Ik ben er al vrij lang mee bezig met dit onderzoek. De stamboom van de familie Beun is een keer door iemand anders al uitgezocht. En ik vind het zelf heel mooi om bijvoorbeeld van Wil te horen van hoe die familie in elkaar gezeten heeft en wat ze allemaal met elkaar meegemaakt hebben. Dit zijn de verslagen van tucht van de koloniën Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. En we doen eerst een schietgebedje dat alles op volgorde ligt. En dan gaan we zoeken naar de tuchtraad van 21 juli 1838. Was dat de eerste keer dat ze voor de tuchtraad kwam? Nee. 21 juli 1838. Dan hoop ik niet dat Catharina de enige is die hierin staat, want dit is toch wel een heel dik dossier geworden. Ja, dat is het. Dit geeft ook een indruk van de situatie op de kolonie. Hè? Zo'n tuchtraad die duurt dan de halve zaterdagmiddag. En daar komt alles aan de orde. Dronkenschap, ongehoorzaamheid. Gehoorzaamheid was heel belangrijk op de kolonie. Voorts wordt gelezen in hetzelfde procesverbaal de beschuldiging tegen Catharina Kransen-Puper, welke onzedelijk zouden hebben omgegaan met Isaac Beun, ten gevolge waarvan zij zich in een zwangerende staat bevindt, welke laatste echter den 8 mei is gedeserteerd. Ik neem aan dat Isaac Beun er vandoor gegaan is. Ja. De beschuldigde binnengeroepen zijnde bekend, zij haar misdrijf. Het is niet allemaal ellende, maar als je de families bij elkaar pakt, dan zie je toch wel heel wat drank en heel wat bedelarij en heel wat mensen die toch aan de onderkant van de samenleving zijn blijven hangen. Maar Isaac Beun en Francina Catharina Puper, dat zijn jouw voorouders? Dat zijn mijn voorouders. En, in dit geval... Maar die zwangere staat, dat is geen... Degene die daaruit komt, is geen voorouder. Nee, kijk, ik weet tamelijk zeker dat het inderdaad mijn voorouders zijn, omdat Isaac in 1847 een zoon gekregen heeft die Isaac heeft, ook bij Catharina. En daar ben ik een nazaat van. Maar het is verstandig van hem om er vandoor te gaan, want wat gebeurt er verder met Catharina? Ze gaat naar Ommerschans. Ja, ze wordt voor onbepaalde tijd verbannen naar de strafkolonie op de Ommerschans. En onbepaalde tijd is echt onbepaalde tijd. Daar komt nog iets bij. Want we gaan nu even kijken naar de zitting van 8 september 1838. 8 september. Dat is dus, de eerste was 21 juli. Ja. Dus dan heb je augustus en dan begin september. 8 september. Dus dat is anderhalve maand... maand later. Nou, het loopt dus minder goed af dan met Isaac dan we gedacht hebben. Zie nou, of juist wel goed. Want
Hij is dan, hij was dus weggelopen, maar hij is dan weer teruggekeerd. Hij is weer terug. Ja, welke eigen dunkelijk de kolonie zou hebben verlaten. Uit hoofde der onzedelijke omgang met Catharina Francine Puper. En het besluit is om Isa Beun te verwijzen voor een onbepaalde tijd naar de Ommerschans. Ja. Dat is niet verstandig en daar houden ze later ook mee op. Ja. Het is helemaal niet verstandig om een verliefd jong stel allebei naar dezelfde plek te verbannen. Daar kwam natuurlijk steeds meer toestand van. Het kwam er eigenlijk op neer dat Catharina, die was nogal wat vlotjes. Ik heb al eens gezegd van haar libido was groter dan haar lerend vermogen. Ze kwam tot 3 keer toe ongehuwd zwanger voor de tuchtraad. En uiteindelijk is een van de waarschijnlijke vaders, Isaac Beun, die heeft besloten om met haar te trouwen. En zo is het toch nog een beetje goed gekomen met Catharina. Ja, jullie zien die hangmatten. En het is natuurlijk heel onhandig als je in zo'n hoge hangmat moet slapen. Dus die hangmatten, die konden naar beneden met katrollen. Dat zie je daar ook, jullie staan bij die katrollen. Dan komen die hangmatten naar beneden. Daar kun je s'avonds in gaan slapen, of dat lekker ligt, ik denk van niet, maar het was niet anders, met een stroozak. En 's morgens vroeg, dan gingen die hangmatten omhoog met die katrollen en werden die tafels, dat zijn nu ook deze tafels, die klaptafels werden uitgezet en dan was het ontbijt. En dan met z'n 80 tegelijk in zo'n zaal. Ja, dat was, volgens mij sliepen met best wel veel mensen in één hok en dat is ja, best veel voor zulke jonge kinderen soms. Dat ze in hangmatjes sliepen en dat ze in die slaapkoeien sliepen. En wat heb ik ervan onthouden? Ja, dat die beste Johannes een idealist was. Ja, het is wel belangrijk, want die mensen die moeten ook leven en die moeten ook hun geld verdienen. Het was wel een slim idee in de 18e eeuw, laat ik het daarop houden. Het was wel, ja, efficiënt. Ja, het is uiteindelijk wel een flop geworden helaas, maar het ging toch mis. Ja, ja, want het kost uiteindelijk meer geld dan het opleverde en het had een andere manier gedaan kunnen worden. Ik denk ze hebben wel scholing gekregen, maar ik weet niet of die mensen daar we dan hebben gehad. Wat ik ook wel merk is dat de mensen van toen uit hun eigen omgeving werden gehaald. En dat maakt het gelijk ook wel weer lastig, denk ik. Helemaal voor kinderen. Wat je zo ontzettend goed kan zien als je nu naar rechts kijkt naar het gebouw, en we rijden er even een stukje omheen, is dat de bedenker van de Maatschappij van Weldadigheid, generaal Johannes van der Bos, een militair was. Het gebouw heeft natuurlijk een enorme militaire uitstraling. Het lijkt een kazerne. Maar die militaire uitstraling die is nog verder doorgetrokken door heel Veenhuizen. Want als je nou van bovenaf via een drone op Drenthe zou neerkijken, dan zou je zien dat Drenthe ja, bijna nergens recht is. Hè? Of het moeten later aangelegde wegen zijn. Maar het oorspronkelijke plaatje van Drenthe is natuurlijk kronkelig, krom, paadjes enzovoort, behalve Veenhuizen. Dan zul je zien dat Veenhuizen is opgedeeld in exact vierkante blokken van 750 bij 750 meter. En die blokken die waren van elkaar gescheiden door een vaart, een kanaal, oftewel een wiekwijk. En daarvan zijn er 6 in Veenhuizen. Hallo, goeie. Dag, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom in Den Haag. Hey, Bert Kruidhof. Dag Bert. Johan. Dat moet ik allemaal onthouden. Nee, dat gaan we niet. We gaan die kant op. Einde van de middag is er een beldruk. Denk ja. Maar ja, hij weet hier allemaal de weg. Kijk wat hier ben ik. We gaan hierin. Dank. Dat is wel jammer.
Nee, die anders wijd in. Mooi geregeld, hè? Ja, mooi. Goeie verrassing. Ja. Alles mee. En waar is het mes gebleven? Wie heeft het mes Jan Boudijn. Alsjeblieft. Otto, hoe schat jij de kansen in voor het UNESCO? Heel groot. Heel groot. Ja? De commissie heeft het positief geadviseerd. Dus het bestuur moet nu ja of nee zeggen. Eind van de maand. Ik ben heel hoopvol. Ja, ja. En dat zal enorme invloed hebben op de hele omgeving. Precies. Van ja. En wat gaat er dan gebeuren? Wat denk je dan? Hoe schat je het in? Bussen met Chinezen? Of? ICAO bestaat. Oh ja. De hele wereld hoort daarvan. Die ziet vrees hoor, die kent het niet. Die ga ik eens kijken. Ja. Dus je krijgt een enorme influx, ook voor jou. Ja. Is het ook terecht dat de UNESCO werelderfgoed wordt? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Kijk, persoonlijk zeg ik ja. Maar er zijn natuurlijk veel andere mensen misschien andere gedachten over hebben. Maar ik ben erg blij. Ik ben erg eervol voor mij dat een bedovergoten van mij het heeft opgezet. Ja. En die zou zeer trots zijn. Ja. Absoluut. Ja. En hoe leeft dat bij jullie in de familie? Ja, heel veel. Ja? Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Maar die zijn zich wel bewust van nou ja, wat de overgrootopa gedaan heeft, zeg maar. Ja, ja. 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 Absoluut. Bijzonder. Ja. Goedemorgen. Dag Wil, ik ben Fred Omvlee en ik zou graag meer willen weten van mijn voorvader Jacobus Omvlee. De kolonist Jacobus Omvlee. Precies. Nou, dan gaan we even kijken. Hartstikke leuk. Jacobus Omvlee, wanneer kwam die in de kolonie? Volgens de brief die ik heb gezien is hij in 1823 door de subcommissie Leiden uitverkoren om met zijn huisgezin naar de kolonie te gaan. Daarom heb ik hier de Raad van Tucht van de Ommerschans, van de kolonie de Ommerschans. Ja, Als jij even kijken, we hopen dat er volgorde ligt en dan zoeken we naar 16 april 1836. Wauw zeg, ik durf het bijna niet aan te raken. Ik vond het fantastisch, een sensatie om de echte boeken te vinden. Ik heb ze online vaak wel gezien, anders zie je een foto, maar nu heb ik dat papier gevoeld en even hoe die inkt voelde van hoe een ambtenaar ongeveer 200 jaar geleden de naam van mijn voorvaderen schreef. De voorzitter geeft te kennen dat hij de raad geconforceerd heeft in de zaken van de bouwboer Omvlee, grappig, dan is het weer met nog een Nico, en zijn huisvrouw, wegens tot het kopen van koloniale goederen bestaande in een vrouwenrok, welke de vrouw van Omvlee voor 60 cent heeft gekocht. Alles wat op de kolonie is, dat blijft eigendom van de maatschappij Weldadigheid. Dus ook de kleding die ze verstrekken aan bedelaars. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar B, ik wist ook niet dat dat niet mocht. Maar dat zo werd me uitgelegd door Wil. In de kolonie mocht eigenlijk geen geld gebruikt worden. Dus alles ging in ruilhandel. En die rok was van de maatschappij van Weldadigheid. Dus daar spreekt de raad een straf uit. Ja, ik zie hier wat staan. Besluit met eenparigheid van stemmen dat vrouw Omvlee voor 8 dagen zal worden opgesloten in de strafkamer. Behalve dat ze 8 dagen opgesloten zijn, is het gebruikelijk ook altijd dat ze ook de dubbele vergoeding moeten betalen. Dus zij heeft 60 cent betaald voor die rok en daar moet ze een bedrag van 1,20 aan de tuchtraad betalen. Is me verteld, inderdaad, want dat las ik, dat zij maar liefst 8 dagen in de strafkamer moest en dan ook nog eens een keer om de dag water en brood kreeg. Dus ook dagenlang zonder water en brood. Dat is echt, lijkt mij, tegenwoordig is dat een onmenselijke straf voor zo'n toch klein vergrijp, zou ik zeggen. Die straf, daar is Jacobus behoorlijk pissig over. Ik denk dat Jacobus Omvlee boos blijft, want dit speelt allemaal half 1836. Ja. En dit is het register van Hoevenaars. Wauw. En daar moet hij ergens in staan. En Omvlee en gezin ontslagen 25 juli 1836. Dat is dus kort inderdaad hierop. Dat is klopt, hierna. En dat zal dus dit... Dit moet ook de aanleiding zijn geweest. Ja. Nu heb ik gehoord via Wil dat hij baldadig werd nadat zijn vrouw veroordeeld was. En dat hij kortom in opstand kwam. En het vermoeden is dat hij daarom snel na dat vonnis
vertrokken is. Of zoals in de boeken staat, ontslagen is. Gaan we deze kant even op? Hier, naar de gang. Oh, wow. Kijk eens. Mooi. En die hingen allebei mijn ouders vroeger. Dus die ken ik vanuit mijn jeugd al. Ja. En moet je eerlijk zeggen, toen ik heel jong was, zag ik die zoon hangen. Maar dat zei me niet zoveel. Nee. Pas veel later ben ik me gaan interesseren in het geheel en de familieverbanden. Ja. Ik van tevoren even moeten rechtzetten. Maar goed. Wow. Moet jij kijken? Zo hangt die beter volgens mij al, hè? Een stuk beter, ja. Stuk beter, dus niet goed. Ja, ik heb in het museum gewerkt. Ik zie volgens mij nog 1 millimeter of 2 millimeter. Dus, ja, nou zit die weer iets... Ja, zo. Oké. Okay. Los. Nou, los. Dan zijn we er toch, ja. Dan gaan we even naar de gedenkpenningen. Zullen we eens even bekijken. Ligt die op tafel? Neem ik die even mee. Oh ja, daar zijn ze. Zal ik die even voorgaan? Gaan we even hier aan tafel zitten. Zoals je weet, die zijn geslagen in 1845. En alleen een oplage van brons en zilver. Ja. En goud niet. Ik denk dat het een groot risico was. Die worden gewoon veel te duur om de... Kijk, ik heb er ook eentje. Ja, je hebt er ook één, ja. Prachtig. Kijk eens aan, ja. Ja, als ik ze kan bemachtigen, doe ik het. We zullen straks even prijs proberen af te spreken. Ja. Ik ben er heel trots op. Maar goed, jij hebt ook de zilveren. Die komen nog wel eens op de markt. Ja. Maar ik geef toe, die zijn wat duurder. Ja. Ja. Achterop staat wat Van den Bosch gedaan heeft. Ja, zijn hele carrière. Een hele carrière staat er achterop. En een soort aandenken aan een persoon die toch wel veel heeft betekend voor Nederland. Ja, het was een energieke man. Enorm. Zeer. En ambitieus en hardwerkend, een beetje workaholic-achtig type. Hij is opgegroeid in de Betuwe, maar hij had ook veel familie in Tiel zitten. Dat waren Bataven, dat waren patriotten. Ja, ja, dus zijn familie was begeesterd door de nieuwe denkbeelden om meer democratische samenleving in te richten. En de 18e eeuw is de eeuw van de verlichting, zoals wij dat noemen met een hoofdletter, waarin denkbeelden over dat meer gelijkwaardigheid voor meer mensen mogelijk moet zijn. Dus hij is wel in een periode opgegroeid waarin hij heel duidelijk een aanraking is gekomen met die denkbeelden. En heeft hij hele leven heeft hij die met zich meegedaan. Ja. Vredesoord is natuurlijk ook geweest om armen uit de grote steden weg te halen. En weer een normaal bestaan te geven. Door kleine boerderijen te krijgen. Gewoon teruggaan naar de basis. Ja, maar wel. En dat vind ik zo interessant. Het is niet zo dat ze hun hele leven gebonden waren aan die kolonie. Ze kregen 12 jaar de tijd, ongeveer. Om het geld wat het gekost had terug te verdienen. Ja. Maar dan mochten ze ook gaan en staan waar ze wilden in principe. En wat hij dus hoopte, was dat die 12 jaar of zoveel meer of minder jaren mensen daar ook maar zaten, dat ze met wat ze daar geleerd hadden de maatschappij in konden trekken. En zich inderdaad konden opwerken, economisch, sociaal, dus meer kunnen verdienen. Maar dat is minder goed gegaan dan plannen. Dat is iets minder plannen, goed gegaan denk dan ik. Plannen. Ja, absoluut. Dat klopt. Helaas. Dat klopt. Ja. Maar ik denk, ik zeg ook wel eens dat ik Van den Bosch een beetje naïef vind. Want hij dacht van, binnen 10, 20 jaar hebben we massa's mensen zover gekregen dat ze inderdaad mee willen doen aan die verheffing. Ja. En dat is een beetje een misrekening geweest, absoluut. Bij een aantal. Ja. Maar als hij iets in zijn hoofd had, dan moest het ook gebeuren. Ja. En ja. In de meeste gevallen gebeurde het ook. Ja. Volgens mij had hij ook veel charisma. Ja. Dat hij met zijn enthousiasme kon delen en mensen mee kon krijgen in zijn ideeën. En erg motiverend. Ja. Jij zult wel Wil zijn. Ja. Hallo. Ik ben Mirjam Leloe. Hi. Ik ben heel erg benieuwd wat er in Frederiksoord allemaal gebeurd is met mijn voorvader. Ja, jouw voorvader was Frans Leloe. Ja. En jouw voormoeder? Ik denk Siri. Catharina Celina Maria Siri. Frans is in de kolonie terechtgekomen omdat hij werd opgepakt wegens landloperij. Zulke mensen werden vaker gehuisvest in de proefkolonie. Ik zoek de zitting van 7 oktober 1837. O jee, heel oud allemaal. Huisvrouw van de kolonist Franciscus Johannes Leloe. Met de eigendunkelijke op de 19e september haar huisgezin zou hebben verlaten. En zich met de kolonist P.J. Heids
van kolonie nummer 2 buiten de koloniën heeft begeven, waarvan zij in de nacht van de 21ste weder is teruggekeerd. Catharine Siri, de vrouw van Frans, die moest verschijnen voor de tuchtrecht omdat zij 2 nachten afwezig zou zijn geweest en ze werd ervan verdacht om ongeoorloofde betrekkingen te hebben met een andere kolonist. Nou, zij heeft dat wel ontkend, maar ze is wel 2 dagen weg geweest. En ze zei dat ze ook het huis was ontvlucht omdat haar man had gedronken en dan misschien ook wat minder aardig was tegen haar. Ze zegt dat hij dan knorrig is, maar dat kan best wel eens meer zijn. Want huiselijk geweld werd in die tijd niet erkend als echt misdrijf. Dat kwam niet voor. Dus het kan best zijn dat hij dan ook dat zijn handjes los zaten. Ja. Maar wat ik toen dacht, want ik heb hier dus hun kinderen. Ik dacht, misschien is er wel een kind dan. 9 maanden na die 9 2 maanden dagen, daarna. Ja. Maar er is dus een kind geboren, Leonardus Hendrikus. Dit is namelijk het gezin. Dus dat is volgens mij 7 maanden daarna. Maar je weet maar nooit. Ik vind het heel leuk, want het zijn gewoon levende mensen die hebben geleefd. En daar hoor je dan eens wat van. En iedereen maakt dat natuurlijk mee, dit soort dingen. En het is leuk om te weten dat het ook in je eigen familie heeft gespeeld. Kijk, tegenwoordig zouden we zeggen, waar bemoeien ze zich mee? Ja. Zij zijn 2 dagen en nachten vandoor geweest met een andere kolonist. Ja, waar bemoeien je mee? Ja, tegenwoordig zou je daarvoor niet gestraft worden, zeg maar. Ja. Nee, dit is echt nog uit de tijd dat de hogere standen, dus de leiding van de maatschappij voor weldadigheid, dacht dat ze die lagere standen alles konden voorschrijven hoe zij dienden te leven. Ja. En daarbij stond de zedelijkheid hoog in het vaandel, hoewel tegelijkertijd Nederland helemaal vergeven was van de bordels. Nou, volgens mij heeft ze een soort vermaning gekregen. Want ze had natuurlijk allemaal kleine kinderen. En ik denk dat ze zoiets hadden van, nou, laten we maar niet die moeder van de gezin weghalen. Zal ik het eens even openmaken? Het is mij een eer om op deze plek een woordje namens jullie te mogen doen over kolonie 3 en de bedenker en de stichter van kolonie 3. Er zijn een paar binnen onze groep die zich daar heel erg in verdiepen. Die weten er echt alles vanaf. Maar het is ook een leuke gelegenheid natuurlijk om een groepje bij elkaar te hebben en wat te bedenken om daar naartoe te gaan. En vervolgens dat als basis te gebruiken voor gewoon een paar dagen weg. Dus dat is ook leuk. Van der Bos had in 1818 betoogd dat het verbod op de slavenhandel een gunstig effect zou hebben op de levensomstandigheden van slaven, doordat men voorzichtiger met hem zou omgaan, minder wreed zou behandelen, minder zwaar zou belasten. Ook zag hij een economisch gunstig effect hiervan in. Het feit dat wij zo vaak vandaag de dag beoordelen wat er in de geschiedenis gebeurt, met fout of goed, dat heb ik geen veel moeite mee. De discussie daarover vind ik uitstekend, maar ik vind dat we meer moeten kijken in het daglicht wat er toen gebeurd is, hoe men er toen over dacht, in plaats van met de maatstaf van vandaag. Ja, dat is moeilijk. Je zou het in die tijdgeest moeten zien van armoede en ellende, wat er toen was. Dus ja, kijk, het was na de tijd van Napoleon en het hele land lag op zijn gat. Dus het was 1 armoede en 1 puinhoop. Ja, moeilijk. Mooi, hè? Ja. Zo. Ja. Hij is zwaar, hè? Je moet letten staan. Dat verdient hij. Ja. Dankzij hem is er toch een gebied ontstaan waar wij met veel plezier wonen en leven. Wat misschien anders nooit daar gekomen was. En ik ben er trots op. Ik woon er met veel plezier. Ik ben daar geboren. Dus dat spreekt mij bijzonder aan. Akkoord. Goed bevonden. Ja, waarom geef je bloemen op een graf? Dat doe je om toch een beetje als, eerbetoon, een bloemetje geef je. En dat is nu ook gebeurd door onze motorclub die hier geweest is. En daar ben ik echt dankbaar voor. Dat ze ook de moeite hebben genomen dat te doen, ja. Om het achter te laten hier, dat we geweest zijn en dat we toch normaal dit met z'n allen doen. En dat dit nog een stukje daarin bijdraagt, zeg maar. Ja.